Gisteren in het parlement tijdens de behandeling van de ontwerpwet Wet Toezicht Bank en Kredietwezen en de behandeling van de ontwerpwet Wet Herstel en Afwikkeling Kredietinstellingen vroeg VHP-parlementariër Mohammad Moab Ali aandacht van de regering met betrekking tot de Arminov-regeling, een brief met betrekking tot de stroom van patiënten bij de spoedeisende hulp en de regeling met betrekking tot het afschieten van vuurwerk. Ook ik vraag aandacht voor enkele actuele zaken. Eerst is de Arminov-regeling. U weet het allemaal, de Arminov-regeling is voor de patiënten die niet in Suriname behandeld kunnen worden. Zij werden uitgezonden naar Colombia voor behandeling. Maar ik heb begrepen dat de schulden nu met Colombia ongeveer 3 miljoen US dollar zijn. Er is een gasthuis dat werd gehuurd door Suriname in Colombia. Dit gasthuis wordt verkocht, heb ik begrepen. Er is een moeder en een kind daar nu. Ze moeten verhuizen. En de twee ziekenhuizen waar wij schulden hebben in Colombia hebben gedreigd om Suriname voor het gerecht te slepen om de schulden te betalen. Dus ik vraag dringende aandacht van de regering voor deze kwestie. Verder is er een brief uitgegaan vanuit het managementteam van spoedeisende hulp, waarbij zij de gezondheidswerkers vragen om geen patiënten of een beperking van patiëntenstroom naar spoedeisende hulp vanwege beperkte middelen. En vanwege het toenemende tekort van personeel. Dus ook nog aandacht voor de regering. En als derde vraag ik, u weet het allemaal, december gaan we weer vuurwerk afschieten. Ik vraag of er een bepaalde regeling is, afspraak is, want elke keer als er daarna ongelukken gebeuren, komt er roep vanuit de samenleving om dat te beperken, om het afschieten van vuurwerk te beperken. Dus twee korte vragen, is er al een regeling? En hoeveel import hebben we, hoeveel importvergunningen heeft de minister afgegeven om vuurwerk te mogen importeren?